Nou, ik ben Rolf Brinkman, kunstenaar en betrokken bij kunsteducatieprojecten hier in Rotterdam. Het gekke is natuurlijk dat leren eigenlijk hoort eigenlijk heel leuk te zijn. En in mijn lessen leren kinderen hartstikke veel. Zijn ze met taal en rekenen bezig zonder dat ze daar erg in hebben. Ja, het is natuurlijk van de gekke dat dat dan apart gezien wordt als apart gezien wordt van de gewone lessituatie. We hebben met de kinderen van de IMEL-school van groep 3 en 4 hebben we 6 of 7 weken hebben gewerkt aan de interpretatie van het schilderij van de drie Maria's van de gebroeders van Eyck, wat dat nu in Boijmans gerestaureerd is. En we hebben een analyse met ze gemaakt waarbij ze heel weinig informatie in het begin kregen en gaandeweg steeds meer het schilderij konden zien. Dus dan begin je op een niveau van textuur en dat is een woord wat je dan aan de kinderen zegt. We gaan het over textuur hebben, dat is natuurlijk een ongebruikelijk woord in groep 3, toch? Nou, het begon heel spectaculair allemaal, want Wolf introduceerde meteen het woord textuur, waarvan ik dacht, gaan we het hebben over textuur? De kinderen weten dat niet eens. Gedurende dat proces mochten de kinderen zelf een verhaal gaan vertellen. En dat resulteerde van 1 pagina tot 3 pagina's, noem maar op, waarbij er ons heel erg opviel dat er heel veel werd gedaan met taal, met woordenschat en waar eigenlijk ook een heel groot stuk spelling in voorkwam. Wat we gezien hebben is dat de manier waarop kinderen met taal omgaan, dat met sprongen vooruit gaat. Als ze een ontwerp voor iets maken of een schets of dat ze met een proces bezig zijn, dan vraag ik altijd, ja, ik ben een hele domme meester, schrijf er even bij wat je aan het doen bent. Een aantal jaren geleden werd ik gevraagd om mijn klas af te staan en om te werken met een kunstenaar. En toen dacht ik bij mezelf, ja, en mijn lessen dan? Dat als de resultaten van de kinderen tegenvielen, dat het niet mijn verantwoording was, zeg maar. Je kan wel eerlijk stellen dat ik behoorlijk goed ben omgeturnd. Ik sta er nu echt voor de volle 100% achter. We hebben het niet over naschoolse activiteiten. We hebben het onder reguliere lestijd, doen we dit. Met de leer. En dat vind ik van wezenlijk belang. Zoals ik al eerder tegen je zei, het is eigenlijk van de gekken dat scholen een gymzaal hebben waar je met je lijf mag wapperen, maar niet een atelier waar je met de geest mag wapperen. Wat ik met name heel erg zie bij de kinderen is dat ze zich vrijer bewegen. Daarmee bedoel ik, ze hebben allemaal een eigen mening. Er is respect naar elkaar toe voor elkaars werk. Wat ik ook heel mooi vind is dat kinderen bijvoorbeeld aan de hand van de schilderij van de drie Maria's een hele interpretatie gaven waarbij een ander kind dacht, nou dat kan helemaal niet. Je ziet het samenwerken komt veel meer terug en dat vind ik echt super mooi om dat sowieso terug te zien. Ja, is daar een toets voor? Nee, niet echt. Maar het is wel iets wat je heel erg goed kan voelen. En daarmee bedoel ik dat het merkbaar, zichtbaar en voelbaar is in mijn groep. Ik zie hoe de kinderen zich ontwikkelen. Want er wordt ook heel vaak gedacht dat met creatief zijn kinderen dan alsmaar alleen maar goed moeten tekenen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat kinderen bepaalde denkprocessen leren en daar leerstrategieën uithalen. En dat kun je op een heel creatieve manier doen. Je ziet in vakanties dat kinderen werk mee naar huis nemen. Dat als ze terugkomen, dat ze zeggen, ja, hè, over het verhaal van de drie Maria's. Dat ze een heel nieuw scenario schrijven, dat ze elkaar opzoeken hier buiten. Dat is uniek. Dat ze dat verhaal willen weten van hoe zit dat nou in dat schilderij. Snap je? En een leerkracht zegt ook, nou, dat is natuurlijk ongekend. Maar je moet als leerkracht wel inzien dat ze niet met kunst bezig zijn. Nee, ze zijn met taal bezig. Dus ze zijn feitelijk bezig om de instrumenten taal en rekenen die ze op school verwerven, om die toe te passen. Nou ja, hoe mooi wil je het hebben?